Totdat ze wisten dat, ja, dat wordt dat toch doorverteld, dat ze eigenlijk gevangen waren van de Duitsers. Ja. Toen waren de mensen aardiger tegen de Italianen. Hoe kwam u in contact met Peppino? Dat was, omdat hij vlak naast ons zat. Dat was bijna op hetzelfde erf. En nou, je had niks, dus 's avonds ging je buiten staan bij de buren, zolang dat mocht. 8 uur moest je binnenwezen natuurlijk. En dan maakten ze zelf wel eens een praatje. Zo ging het in het begin. Ja, en hoe sprak u dan met hem? Ja, handen en voeten. Anders ging het niet natuurlijk. Kent u het verhaal van George Baker, van Hans Bouwens? Ja, dat heb ik ook pas heel veel later gehoord. Ja. Want u, de naam Giuseppe Caruso, kent u niet? Nee. Zegt u niks? En nu heeft George Baker van zijn moeder gehoord dat zijn vader in Grosthuizen is doodgeschoten op de vlucht. Ja, daar weet ik niks van. U kent dat verhaal niet? Nee. Van iemand, een Italiaan die doodgeschoten is? Nee. Dat zegt u niks? Dat Ida Moerbeek dat niet weet, is opmerkelijk. Want Grosthuizen, waar ze dan woont, telt slechts 140 inwoners. Dat nieuws zou zich toch moeten verspreiden. En dan is er nog iets. Na de bevrijding schrijft de burgemeester van Avenhoorn, waar Grosthuizen onder valt, dat er in zijn gemeente geen graven van buitenlanders aanwezig zijn. Misschien is de vader van Hans Bouwens wel ergens anders gesneuveld. Ja, alles is mogelijk gewoon. En ik vind het jammer dat we daar de vinger niet achter kunnen krijgen. Ja, Jezus man, het is al zo lang geleden allemaal. Ja. Weet je. Het is 74 jaar geleden. We zoeken verder naar soldaat Giuseppe Antonio Caruso, die geboren is in Calabrië, in Platy. Calabrië is de provincie waar de vader van Hans vandaan zou komen. We vinden hem terug via die archieven in Kroatië. Nou, Kroatië was een land wat op dat moment ook een bondgenoot was van Hitler-Duitsland en van Mussolini-Italië. Daar is dus onze Giuseppe Antonio terechtgekomen en hij komt om in Kroatië. Nou, hoe krijgen we hem van Kroatië in Hoorn? Ik vrees dat dat heel moeilijk gaat worden. Dus daar kan ook een streep doorheen? Ja. Ja. Nou, dan blijft er dus nog één over. Dat is Giuseppe Caruso. Die naam klopt. Hè? Uit Catania, uit Sicilië. Niet Calabria, maar Catania, Sicilië lijkt een beetje op elkaar. Wat denk jij? We weten één ding wel. Dat namelijk dat hij in Duitsland begraven ligt. En dat is natuurlijk op zich hoopgevend. Hij is gesneuveld in 1944, toen was hij dus bijna 30 jaar oud. En hij is uiteindelijk in Hannover begraven. Dus nou, dat is niet zo ver van Nederland. Dus nee. Ik ga er tegenaan, kijken wat we gaan vinden. Dit is Jozef, in die tijd heette ik Jozef. Ja. Dan mijn broer Henk, die is 2 jaar ouder. En mijn broer Clemens, die is 3 jaar ouder. En we zagen halverwege het pad een aantal soldaten zitten. Althans, wij dachten dat het soldaat was. In een uniform dat we niet kenden. Met een huifkar. En ze maakten ons duidelijk, in een taal die bleek na de hand Italiaans te zijn, wisten wij even Italiaans. Ja. Maar het maakte duidelijk dat ze honger hadden en dat ze kikvorsen wilden hebben. Kikkers. Kijk eens aan. Niet begrepen waarom, maar de beloning was al in het vooruitzicht gesteld. We zouden daar sauerbrood voor krijgen. Dus, nou, een overvloed aan kikkers natuurlijk, links en rechts, want overal daar gesloten. Dus binnen het kortsmoke tijd hadden we handen vol met van die glibberige diertjes. En aangeboden en geruild voor brood. Ja. En toen was het natuurlijk heel vreemd dat mensen kikken zaten. Dat kwam er natuurlijk ook nog een keer bij. Verdorie, zeg hij. Ja. Maar ik moet eraan denken, want ik ken een heel klein beetje jouw verhaal. Dat ik misschien je vader getrakteerd heb op kikkers. Ja, dat zou best kunnen gewoon natuurlijk. Ja. Nou, geweldig verhaal. Ja.
De Italianen organiseren wel eens uitjes voor de kinderen uit Hoorn. Zoals naar de uitspanning Nadorst. Ik weet nog, ik kreeg een flesje, een kogelflesje. Ik denk gasseuze dat erin gezeten heb. Nou, we hebben daar keurig, heel fijn hebben we daar gespeeld. En die Italianen, die hebben ons weer teruggebracht. Dat was natuurlijk geweldig, dat die Italianen, dat die ons meenamen. Je moet indenken. We hadden eigenlijk niet zoveel, we hadden eigenlijk niks. Nee. Waarom namen ze jullie mee? Nou, jullie aardig? Ik denk dat ze ons meenamen, omdat ze waren zelf al wat ouder en ze zullen kinderen gehad hebben. En je moet niet vergeten, ik was 8, 9 jaar. Ja, nou, precies. Zal ik geweest zijn? Zoiets ongeveer. Dat was eigenlijk gewoon uit pure vriendelijkheid. Ja. Ja. Als je in die tijd een flesje gazeuze kreeg, dat was toch nog een aardig bedrag, denk ik, voor zo'n krijgsgevangene. Sommige Italiaanse soldaten vluchten weg voor de Duitsers. En heel bijzonder, ze worden opgevangen door de Nederlandse bevolking. Zoals in de Koepelkerk in Hoorn, waar 4 Italianen ondergedoken zitten samen met een Joods meisje. Omdat zijn moeder in de kerk werkt, is Frans Zak er vaak. Hij ziet de Italiaanse onderduikers tijdens de mis. Ja, dat hek daar wat daar is, het ijzeren hek. Meteen daarachter, er was een kerkenbank en daar zaten ze. Dus als je hier stond, dan kon je ze zien. Maar doe je al 3 stappen achteruit, dan zie je niks. Dan zie je daar geen mensen zitten, dan kijk je tegen die pilaren aan. Dus ze hadden zich wel strategisch opgesteld daar. Ja. Maar u zag u ze vaker ook? Ik zag ze regelmatig, ja. En waar zag u ze dan? Nou, ook dat ze hier bezig waren, of dat ze achter beneden liepen, of wat iets aan het doen waren, of de koster aan het helpen of zo. Ja. Dus het was niet echt supergeheim dat ze hier zaten? Het was gewoon eigenlijk, een heleboel mensen moeten het geweten hebben. Ja? Dat ze hier waren. Maar niet opgepakt? Maar niet opgepakt, nee. En waren er ook nog plekken in de kerk waar ze zich ook schuil konden houden? Volop. Als er wat gebeurde? Volop. Ja? Hoeken en gaten en zo. Zo bij zo'n orgel bijvoorbeeld, erachter en alles. Nou, hier achter, in de kelder. En daarboven ook een hele weerwar van gangen en toestanden. Nou, dit altaar, daar zit een verhaal aan. Een van de vaders van de Italianen die hier ondergedoken heeft gezeten, die had een marmergroeve in Italië. En uit dankbaarheid dat er zo goed voor zijn zoon gezorgd is, heeft hij dit geschonken. Dit hele altaar, dat allemaal marmer? Allemaal marmer, ja. Dan wordt Nederland bevrijd. Toen moest hij terug naar Italië met de Engelsen. Die kwamen hem toen ophalen. Maar toen wisten we nog helemaal niet dat ik in verwachting was. En hoe kwam hij erachter dat u zwanger was? Nou, dat heb ik hem toen geschreven. Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat hij niet terugkwam. Nee? Nee. Dat heb ik, nee, dat later dacht ik, waarom heb je dat, dat heb ik niet gehad. Nee, ik denk, hij komt terug en dat komt gewoon weer goed. Dat is ook goed gekomen. En hoe heet uw zoon? Johannes, maar Hans heet hij. Nou, dat zijn mijn statiefoto's. 31 juli 1947. Een trouwfoto met een kindje. Ja. Was hij lief voor u? Ja. Ja, ik heb 49 jaar gehad. Ik heb een goede man gehad. En een goede vader is het geweest. Times were hard and times were bad. For a boy without a dad. Grandpa, he was sweating blood. He was making just enough for my mama and for me. Kijk, dit is het. Graafstraat 23.
En had je ook een eigen kamer hier? Of? Jazeker, ja? Dat was daarboven. Dus bij dat kleine dakkapelletje gewoon. Dat was mijn slaapkamertje. Dus het was echt een volksbuurt. Echt een volksbuurt? Ja, en wij leefden hier dus. Ik leefde hier dus met mijn oma, opa en mijn moeder. Dus er was wel liefde in het gezin. Aan de andere kant had ik ook een tamelijk eenzame jeugd. Want ja, ik had natuurlijk geen vader. En dus ook geen broers en zusters. Dus ik was de enige. En mijn opa die ging al vroeg dood, die een beetje de rol had van mijn vader. Dus ja, toen moest ik het op een zeker moment moest ik het allemaal zelf maar uit gaan zoeken. Gewoon hoe alles werkte, hoe je... Ja, als je in het voetbal ging, normaal had je vader mee, ik ging alleen. Ja. Om iemand die je leert schaatsen, ja, die was er niet. Dus, nee. Dus moest ik ook maar uitzoeken hoe dat dan ging gewoon. En dan komt Andrea Vrede met nieuws over de laatste Giuseppe Caruso. De enige omgekomen Italiaanse soldaat die het nog zou kunnen zijn. Ik hoorde dat jij het een en ander had uitgevonden over Peppino Caruso. Nou, laat ik het zo zeggen, Hans. Ik heb van alles uitgevonden over een Giuseppe Caruso. Ja. Diegene van onze kandidaten die het meeste in de buurt leek te komen van de beschrijving die jij gegeven hebt. Hij was een onderofficier bij de marine. Gevangen genomen door de Duitsers. Waarschijnlijk als dwangarbeider te werk gesteld in een fabriek in Hannover. En helaas is hij in Hannover bij een bombardement omgekomen. Hij had een zus en een broer. Een zus Maria en een broer Francesco. Francesco is getrouwd en heeft een dochter gekregen in 1951. Zij heet Rosaria en ik heb met haar gesproken. Het enige wat zij wist was dat haar oom Giuseppe in de oorlog was gesneuveld. Dat haar vader daar heel erg kapot van was. Toen ik haar vroeg tot slot, kun je je herinneren of Giuseppe in de familie Peppino genoemd werd? Toen zei ze nee. Voor zover ik weet, was het altijd voluit Giuseppe. Ja. 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 Nou, moet ik zeggen, Hans? Ja, ik weet het niet. Er is geen enkele aanwijzing dat hij ooit als krijgsgevangene naar Nederland is gebracht. Ja, mijn moeder is ook erg sumier geweest in haar mededelingen. Dus ik ben bang dat ook ik op die vraag nooit geen antwoord zal krijgen. Nee, ik vrees het ook niet. Het spijt me. Ik had liever je een mooi verhaal kunnen willen vertellen. En misschien meer dan dat. Maar het zit er niet in. Lonely boy. In a cold and windy city. People didn't have much pity. On a boy with wandering eyes. Lonely boy. En heb je er ook wel eens rekening mee gehouden dat hij misschien gewoon terug is gegaan naar Italië en gewoon zijn leven heeft geleid zonder jullie eigenlijk? Is dat ook nog een optie eigenlijk? Ja, daar heb ik ook nog over gedacht natuurlijk, dat mijn moeder me een verhaal heeft verteld. Ik, ergens zou ik er ook wel begrip voor hebben. Ik bedoel, dat je toch naar huis wil gewoon. En hij was nog jong en niet de verantwoording kon dragen voor een vrouw en een kind. En hoe we eigenlijk niet in Holland wilden blijven, laat ik het zo zeggen. Ja, het kan. Je mist het toch gewoon. Als je geen vader hebt, dat mis je gewoon. En ja, mij heeft een bepaalde... Ik denk dat ik daarom... Heeft een bepaalde melancholie gebracht. Ik bedoel, ik zeg altijd... Ik wandel in het licht... Maar de blues is mijn beste vriend gewoon. 100% gelukkig, dat is voor mij onmogelijk. Only books and old guitar. Your dream to be a star. I was just a lonely boy. I was just a lonely boy. I was just a lonely boy.